Jongens, ben je gewoon lekker klaar? Vandaag gaan we weer verder met South Park, het stokje van de waarheid. En als eerste wil ik, ik kan niet eens. Oké, we gaan met Carmen praten dan maar, hè? Gentlemen, thanks to the new kid, our entire army is assembled. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Congratulations. Yes! Now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of the Bard. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy, but being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. See itself as magic, throw it at your opponent. Come on, douchebag, you let it slip right through your fingers. Try again. Let me show you one more time. Watch closely. Hoef ik niet te zien. Yeah! You see how it works? Now you try. Okay. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Okay. No, that's not it. Try again. Let me show you one more time. Nee, ik hoef er niet nog eens. Yeah! Ja, ik heb het gezien. Ja, ja, way back from where you're standing. Cut the magic, throw it at your opponent. I can do this. Bam. Oh. Yes. But now let us see how you fare against a real opponent. Oh, yeah. Hey, Malgazin, could you come help us with something? Don't touch it, it's gonna be sweet. Yes? Oh, hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try a new move. Okay, come on. Now, douchebag, cup a spell! Oh! Come on, douchebag, you let it slip right through your fingers. Try again. Boom! Dude, that was sweet. You threw that shit right in Scott's face. All right, Scott, go back to your post. Thank you. Nice. Use it wisely in battle, douchebag, and never on a man's boss. Oh man, waarschijnlijk gaat er nog iets mee gebeuren met die man's boss. If the carrier ravens are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find the bard and bring him to justice. Make haste to the giggling donkey. Ja, ik wil niet wapen. Douchebag, I'm staying back here to guard the base. Got some pretty good word here. Wat is dit wat ik vast heb? Wat heb ik vast? Wacht. Wat heb ik nou? Wat? Ik weet niet wat ik vast heb. Wat is dit? Oh, nee. Ik koop gewoon een level 4 item. I'll be of service. Here's what we're selling today. Club of Smithing. Preview. Kan. Level 4, boy. Good choice. En dan moeten we hem nog even equipen. Want dat is wel handig. Wat? Equipped? Oh nee, wat? Ik wil hem equipten. Equipped. Zo. Goed, even kijken waar we naartoe moeten. Oh, hier. There it is. The Inn of the Giggling Donkey. Paladin, are you sure the bard is hiding out in there? That's what Twitter says. Carrier Raven, Butters. Sorry, that's what the Carrier Raven says. Craig and Token, guard the back door. Butters, Kenny, Sir Douchebag, let's go inside.
Stay close, Sir Douchebag. The inn of the Giggling Donkey harbors the scum of Alzaron. A glass of meadle wine, please. No meadle wine today, only fairy ale. A pint of fairy ale, then. So, has, anyone seen the bard lately? A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure, he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah, and I shall pay handsomely for his services. Sir Douchebag? Butters, Douchebag, go down and flush him out. Princess Kinney and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. Alright. Er wordt een erpers gevraagd hier. Waarschijnlijk 10 keer verlies voordat ik iets heb. You think the bard's really down here? Hier. I think I hear him. Hello? Oh, genius. Oh, Jesus, it's the bard! Jimmy. Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in. Douchebag, it's a trap! You should have never come here, you humans. I am a level 10 bard, and with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of enchant. Wow, genius. Waarom staat hij erachter? Zo is het zand. She didn't talk much, but boy did she swallow. Oh wow. Kunnen we met de boog hem raken? Nee, maar we kunnen wel met dit. Oh, en de achtste minuut, de middelste niet. Oké, doen we dat. Hop. Bam. 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 Sure. Zo, dat moest even. Goed, Butters doet zijn, abilities. Zo. Feel my righteous fury. En bam. Yeah. Hebben we dat ook weer gefixt. En dan krijgen we nu de tegenaanval. Dat moet even goed blokken, want dan ben ik absoluut niet goed in hem blokken. Bam, bam, bam. Alsof ik even keihard word geslagen. Opa. I have a nice lance that she set up on. Oh, the wow. Maiden from Stoneberry, who is also your mom. Magic heb ik niet genoeg voor, volgens mij. Oh, wat? Ik heb twee dingen. Man, I could be watching TV right now. Wacht. Ik heb geen idee. Zo, dat gaat lekker. Zullen we het op hem kunnen doen? Nee, hier maakt het vrij weinig uit, hé. Let's go, asshole! Hey, hou je back, muts. Ik bewaar het eventjes. Maar ik ben benieuwd hoeveel doet dit. Oh! Dammit, hij was natuurlijk met zijn zwaard naar voren, hè. Oh man, dat ik dat niet zou aankomen. Nee, hoor, deze is ook gepakt. Maar ja, ik heb niks anders bedenken. Ik heb geen flange afstand. Take this. Nou, we hebben een probleem. Goed. They got me. Damn it. Nee. Nee. Fuck off. Oh man. Nee. Continue. Let me try again. You think the birds really think I hear him? Magical songs be chanting. Oké, dan moeten we nog een keertje kunnen proberen. Goed, oké, wat we doen is... There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Oh man, so genius, weet je wat ik meer bedoeld.
Oké. Klap of smetting. Als we daar nou mee beginnen, dat dit keer. That didn't count. Kijk je. Oh! Damn, die was effectief. Doe met abilities. Storm of Thunders. Of Hammer of Thunders. Hammer of Justice. Ik heb geen idee. Dit is Hammer of Thunders. Bam, too late. No, ik weet niet hoe de fuck dat moet doen. Maar hij is in ieder geval wel dood. Dus dat is mooi. Hij heeft wel eentje neer. I have a nice lance that she set upon. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Mooi. Oké. Bellenborg. All the world's a stage and it's time you got to cook. En bam 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 bam. Zo. En een healing touch. Op de. Yeah, that's it, oh, ik moet nog de bleeding weghalen, hè. Nou, abilities, YOLO, kan ik niet. Hamerske. Waarom op die? Dan gaat hij alleen maar weg. Wait, whose turn is it? Bam! God damn it! Bloeder 2, dat is niet mooi. Forgive me, douchebag! There went with a maiden from Stoneberry Hollow. She regenerated, didn't talk much, really? But boy, did she swallow. Really? Goed, heb ik een revive? Ja, die heb ik. Goed, dan wil ik nu... De kan ik niet, maar ik kan een ability doen. Doe ik maar dit en doe zo. Hoppakee. Bam. Bam. Dat is twee neer. Nog één te gaan. En die heeft als het goed is ook al halfweg damage. Gaat ons wel lukken. Heb ik het gevoel. Nou, wat we nu doen is... pakken Burst Hammer. We hebben abilities. Niks meer te doen. Oké. Burst Hammer. En doe zo. Dit is niet echt een goed wapen, maar een YOLO. Bam. I have a nice lance that she set upon. Is the maiden from Stoneberry who is also your mom. Hou je back, Jimmy. Bleeding 2. YOLO, pak die stok gewoon nog een keer. Bam! Bow! Nee. En wel nog maar hem. Wow, what a butt kicking. Oh boy, oh boy! We did it, bitches! Get down there and finish them off! I will protect the stick of truth! Yo. En moet ze al die mingles verslaan. Op zich geen zin. Weet je wat doen de volgende keer? Vond je het nou leuk? Geef de volgende blauw omhoog. En hoop ik je de volgende keer weer. Dan zal ik later.